Dan krijg je van ons een 8. Dat betekent dus dat je totaal 23 punten hebt. En dat je door bent. Yes! Dit is de reuze. Stereo, Mike. Daarmee ben jij ook door. En dat is de reuze. Gewone Mike. Go. Geen voeding. Ja, dat lijkt me wel eens. Het wordt een bron. En de Sennheiser MK400. Handling noise. De smaak. Smaak was niet zo goed. Geen bron. Mooie smaak. Nou, toch een punt mee. Een poging met de Mike Go. Naar huis toe. Helaas lukt, dan ben jij niet. Voor een hele lichte bron. Enorm. Want ja, je bent het toch. Welke gadget is leuk voor een filmende gadgetman? Nou, ik ben nu al microfoons aan het testen. De Videomic Go van Röde is de nieuwste op het gebied van microfoons voor hobbyfilmers. Nu film ik met een Lumix GH2 met een gewoon standaard ingebouwde microfoon in een woonkamer voor de kerstboom. En dan hoor je een beetje wat de akoestiek is van een gewone microfoon. Gaan we nu over naar de Sennheiser MKE-400. Dit is de Sennheiser MKE-400. Een heel klein mini microfoontje met een klein padlight, een AAA. Op de GH2 in de woonkamer. En ik ben heel benieuwd hoe dit dan klinkt als je in een kamer staat te filmen. En dit is dan de nieuwe microfoon, die het dan zou moeten zijn voor heel weinig geld, toch een goed geluid. De Videomic Go op de Lumix GH2 in de woonkamer. En het handige van deze microfoon is dat hij het altijd doet. Je hebt geen batterij nodig, gewoon inpluggen. Alleen moet je wel even oppassen dat je camera wat voeding afgeeft op de microfoonuitgang. En dat is bij de GH2 het geval. En dit is dan de Röde Videomic, de stereo mic. Dat is de opvolger nadat Röde eigenlijk de microfoons voor de filmers echt wat gerevolutionaliseerd met de Videomic. Een betaalbare microfoon voor het nieuwe jaar, het nieuwe hobbyfilmen. En klein compact en met spiegelreflex of spiegelloze camera's.